Het is rommelig. Je moet echt zoeken. En was het dan, is het met de folder nog duidelijk geworden? Nee hoor, ik heb niet gekeken op de folder. We waren te lui om te kijken en we liepen al meteen in een valkuil. Want toen zei die meneer, je kunt beter even omlopen achter het hek langs. Nou, toen kwamen we bij die meneer met die pet en die stuurde ons helemaal goede kant meteen op. Dus we konden daar blind lopen. Het Joodaistige busstation wordt sloopt. Om rond te maken voor een nieuwe dieke die naar het centraal station van Ljouwt gaat. En voor een nieuw busstation. Nou, het wordt een hele andere vorm dan nu. Het is nu een stadsperron voor stadsbussen en een perron voor streekbussen. Dat wordt straks in een lange rij met al die bussen die nest kosten in. En waarom is het nodig om dan een nieuw busstation te creëren? Nou, aan de ene kant volle meer veiligheid. Hoezichtelijkheid wordt volle beter. En voor de busvervoerders is de flexibiliteit is maar om te wisselen tussen meer stadsbussen of meer streekbussen. Daarin te variëren. Daarom is er een tijdelijk busstation online achter het andere. Dat betekent dat de reiziger een stukje verder in de mat. Ja, daar is wat rekening mee houden. Op het begin van het project toen weer een nieuwe dienstregeling ingeënt. En daar zie je het al wat extra rond in. Een peerlijn die wat rommer omstuurt kan. Juist ik om nou tijd te hebben om goed door te stappen. Het zocht er dus wat oors uit als gewoon wij. Maar de meeste reizigers stinken daar geen oorles van te hebben. Nou, er staan daar mensen die ons heel goed kunnen helpen. Dus ik kreeg al gelijk folders en alles. Dus dat is op zich wel handig. En is misschien de gedachte nog door je hoofd gegaan omdat het er anders uitziet? Nu mis ik misschien mijn bus? Of? Nee hoor. Nee, maar ik ben ook een uur te vroeg. Dus ik heb alle tijd. Dus ja, als het zo gaat, dan vind ik het wel. Reist u vaak langs Leeuwarden? Niet heel vaak, maar natuurlijk wel als we op weg zijn naar een van de eilanden. En nu is dus hier het tijdelijke busstation. Was het een beetje duidelijk toen u hier aankwam dat u ergens anders naartoe moest dan gewoonlijk? Ja, wij werden onmiddellijk heel goed opgevangen. We kregen een folder en een vriendelijk praatje. Dus we waren heel blij dat het zo goed geregeld is. Ja.